Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We hebben vandaag te maken met een regenstoring, die zorgt voor zware regen- en onweersbuien vanochtend en voor langdurige regenval vanmiddag. Gebeurt niet overal. Vanochtend is het in het noordoosten en oosten nog helemaal droog, maar wel vaak bewolkt. In de rest van het land komen die stevige regen- en onweersbuien voor, daarbij kan het af en toe flink hozen. Vanmiddag in het noorden en oosten heel misschien een bui, maar vooral droog weer en zonnige perioden, daar wordt het het warmst: 24 tot 26 graden. In het zuidwesten en zuiden gaat het langdurig regenen. En daar wordt het 20 tot 22 graden. En er is kans op wateroverlast. Vanavond zien we de buigheid geleidelijk afnemen binnen de opklaring in het terrein. En morgen krijgen we dan eigenlijk schitterend weer, flinke zonnige periode. Het wordt gewoon weer een zomerdag met 25, lokaal zelfs 27 graden. En dan valt hooguit nog een enkele bui. Het zuidoosten maakt daar de meeste kans op. De wind waait wel uit het noorden. Woensdag draait de wind naar het noordwesten, dan stroomt iets minder warme lucht het land binnen. Kan een buitje vallen, maar opnieuw is het vooral droog, waarbij wolken en zon elkaar afwisselen: 20 tot 23 graden. Donderdag en vrijdag hebben we ook temperaturen die boven de 20 graden uitkomen en de kans op regen is relatief klein. Vandaag dus de natste dag. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.